Als topsporter kijk heel nauwkeurig hoe je bepaalde bewegingen maakt. Want kleine verbeteringen hierin kunnen voorkomen dat je geblesseerd of overbelast raakt. In deze video vertel ik je hoe je natuurlijk beweegt tijdens het bezorgen. Als je tijdens het mountainbiken je voet scheef op de pedaal hebt staan, kan het op den duur blessures geven aan je knie. Daarom let je heel nauwkeurig op de juiste stand van je voet. In jullie werk kunnen zulke ogenschijnlijke kleine verbeteringen voorkomen dat je geblesseerd of overbelast raakt. Een van de dingen waar je op kunt letten is hoe je je bundel post draagt. Let daarbij goed op dat je schouders niet opgetrokken zijn. Dit wordt makkelijker wanneer je je bovenarm niet tegen je ribben aanklemt, maar losjes naast je lichaam houdt. Je zult merken dat je schouderspieren automatisch meer zullen ontspannen. Tijdens het postbezorgen is het openen van de brievenbus een veel voorkomende beweging. Probeer hierbij je pols goed recht te houden en je beide handen, indien nodig, goed te laten samenwerken. Iedereen bezorgt op zijn eigen manier, maar het maken van natuurlijke bewegingen helpt je om je werk gezonder en efficiënter te doen.